Beste Rode JC'ers, hier even een filmpje in opvolging van het toch wel succesvol verlopen supportersavond. We merken dat het heel erg gewaardeerd wordt als we jullie up-to-date houden over het reilen en zeilen achter de schermen. Vandaar ook even een aantal punten die we met jullie willen behandelen. Eén daarvan is natuurlijk de manager voetbalzaken, het aanstellen van Rob Servet in die functie. Als je dan even teruggaat in de tijd, Jurgen Streppel vertrekt, waardoor er eigenlijk twee functies vakant zijn. We hebben ook meteen besloten om die twee functies weer op te delen en op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer en technische zaken. Waarom vinden wij dat belangrijk? Ten eerste, het is voor een voetbalbedrijf een zeer groot probleem om de continuïteit op technisch vlak te waarborgen. En we merken dat de functie van technisch directeur dusdanig groot aan het worden is, dat het belangrijk is om dat meer in teamverband op te gaan vangen. Dat is ook de reden dat we hebben gekozen om de technische structuur iets aan te passen. Dat betekent ook iets voor mijn rol om dat meer in teamverband te gaan doen. Ik zal dus naast uiteraard algemene zaken ook wat meer technische zaken gaan doen. Ik doe daarin uiteraard geen dubbelfunctie, want daarmee lossen we het probleem niet op. Ik word daarmee onderdeel van een team wat de technische beslissingen gaat nemen. Dit allemaal om de continuïteit te waarborgen en dat we niet bij verloop van personeel elke keer een stap terug moeten. Het volgende punt wat we bij jullie onder aandacht willen brengen is uiteraard de positie van onze hoofdtrainer. Zoals jullie zullen hebben gezien en hebben gelezen, gaan we vervolgens op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Sinds 24 januari is Edwin de Graaf de opvolger van Jurgen Streppel geweest, waarin hij in een lastige situatie aan het werk moest en een lopend seizoen met de staf en selectie die al zittende zijn. Edwin de Graaf is daar met de volle 100% ingevlogen. We zijn ook tevreden over zijn werk. Alleen we willen toch graag in de zomer kijken of we niet met een blanco pagina kunnen beginnen. Daarom gaan we ook ons traject naar het zoeken van een nieuwe hoofdtrainer per direct starten. Achter de schermen zijn we altijd druk bezig om de sfeer in en rondom het stadion te optimaliseren. Nou, om extra wedstrijdbeleving toe te voegen vinden wij het huidige videoscherm wel een doorn in ons oog. Die is zeker aan vervanging toe. Daar zijn wij ook druk mee bezig. Dat zal niet bij de start van het nieuwe seizoen zijn, maar we hopen toch gedurende het seizoen ons prachtige stadion te gaan voorzien van een nieuw scherm. Dus we houden jullie up-to-date. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen, gaan wij overstappen van horecapartner. Van Melick zal de komende jaren onze vaste horecapartner zijn. Daar zijn we ontzettend blij mee, maar dit houdt ook wel een aantal zaken in. Een van die zaken is de tegoeden op de betaalpassen die staan. Ik wil jullie toch vragen om deze zoveel mogelijk proberen op te maken. Lukt dit niet? Ook geen probleem, want achter de schermen zijn wij drukdoende om voor een nette oplossing te zorgen. Daarnaast nog even de consumptieprijzen en de bierprijzen. Ik merkte op de supportersavond en ik heb een aantal staartjes langs zien komen waarin wij wat dat betreft aan de hoge kant zitten. Weet dat wij jullie feedback zeker ten harte nemen en dat we dat intern bespreekbaar maken. Ik ben er ondertussen ook achter gekomen dat een bierprijs ontzettend veel verschillende variabelen hebben. Dus beloftes kan ik niet maken, maar weet wel dat wij dit zeer serieus nemen. Het seizoen is uiteraard nog niet ten einde, maar toch kunnen we nu al wel stellen dat het een sportief teleurstellend seizoen is. We weten ook dat we het jullie niet altijd makkelijk hebben gemaakt, onze trouwe seizoenkaarthouders. Maar toch hebben we jullie weer nodig, want onze ambities die blijven onverminderd overeind staan. Dus wederom willen we jullie oproepen om een seizoenkaart aan te schaffen. En niet zomaar een seizoenkaart, nee, we hebben echt gekeken hoe kunnen we waarde toevoegen op het veld, maar ook buiten het veld voor jullie. En daardoor hebben we gelukkig onze trouwe partners bereid gevonden om kortingsbonnen beschikbaar te stellen die aan die seizoenkaart gekoppeld zitten. Alle seizoenkaarthouders ontvangen later deze week daar een mail over. Heb je tips, verbeterpunten, feedback over deze video-update? Laat ons alsjeblieft weten en stuur een mail naar het mailadres wat nu in beeld verschijnt. En dan tot de volgende keer.